Heb je een prangende vraag voor Gamersnet en wil je snel antwoord? Dan is Goeie Frag de juiste video voor jou. Want dit is een format waarin we wekelijks jouw vraag beantwoorden als redactie zijnde. Dus persoonlijke, gekke, zolang het maar over games gaat, vragen. Die mogen altijd naar ons doorgestuurd worden, ook hieronder in de comments. En dan kunnen wij een leuke video maken met antwoorden, zoals deze. En de vraag kwam deze week van Gamerfriend01, beter bekend als Philippe. En Philippe die vroeg zich namelijk af, van welke game zou jij nog een vervolg willen zien? Star Wars Knights of the Old Republic. Tot het moment dat ik die game speelde, speelde ik Mario en Banjo-Kazooie en Command & Conquer veel real-time strategy games. En toen kwam KOTOR en ik had daarvoor wel eens over role-playing games gehoord, zoals Morrowind en zo. Maar ik vond dat veel te moeilijk, veel te diep, veel te langzaam, veel te... I don't know, ik snapte het niet. Het was ook Engels, vond ik ook lastig. Totdat KOTOR kwam, Star Wars Knights of the Old Republic. En man, ik kon gewoon voor het eerst een Jedi zijn. Ik bedoel, er zijn shooters waar je een Jedi was, maar hier kon je echt gewoon, je moest leren. Ik bedoel, een Yoda-achtig karakter ging jou de regels van de Force leren. En je moest dat later reciten als je een Jedi wilde zijn. En als je dat had gedaan, moest je op zoek naar de Jedi Crystals. En als je een Jedi Crystal had gevonden, moest je je lightsaber bouwen. Dan mocht je kiezen, wil je een double-bladed, wil je een single-bladed, wil je misschien twee kleintjes, dat kon ook, was een beetje gek. En dan was er een blauwe en dan kon je groene en geel. Geel is ook in KOTOR. En het was zo fucking vet. En je ging overal heen. En dus dat, trouwens, je hebt nu Gwent bijvoorbeeld. Dat komt nu uit voor The Witcher. Dat is de mini kaartgame in The Witcher. Je had in KOTOR had je Pazaak. En dat was echt, daar heb ik zoveel uren in gezeten. En ik was gewoon echt een gambler. Ik gokte gewoon best wel veel in die game. Op best wel jonge leeftijd. Nou, toen kwam KOTOR 2, was iets minder, maar nog steeds wel heel vet. En toen kwam natuurlijk The Old Republic, de MMO die nog wel gespeeld wordt, maar niet zo heel tof is. Maar stel je voor, als nu BioWare gewoon met de engine van Dragon Age Inquisition Knights of the Old Republic 3 maakt. Je hebt een fucking goed verkopende game. Een fucking diepe game. En Star Wars is terug zoals het eigenlijk terug zou moeten komen. In gamevorm. Interessante vraag. Ik heb er best wel lang over na moeten denken. Want er zijn twee franchises in mijn leven die zijn allesbepalend. Dat zijn The Witcher en Max Payne. Maar van The Witcher hebben we vorig jaar natuurlijk nog een nieuwe game gezien. Dus wie weet wat de toekomst nog gaat brengen. Dus ik zou heel graag een Max Payne 4 zien. En of dat nou met Max Payne in de hoofdrol is of niet, dat kan me eventueel gestolen worden. Ik zou het liefst wel, Max Payne is natuurlijk wel, in deeltje 3 is hij heel erg happy op het einde. Vind ik niet helemaal bij de franchise passen, dus misschien dat hij toch nog een tragische dood moet sterven of zo. Maar een andere hoofdpersoon, Max Payne Junior, of een heel andere persoon, misschien een heer of dame uit een van de andere games, een soort van pre-sequel, wat er tussen de games zich afspeelt. Want tussen Max Payne en 2 en 3 zit behoorlijk wat tijd, dus daar zit ook nog wel wat interessant materiaal, lijkt me zo. Dus dat lijkt mij eigenlijk wel de ideale game voor een vervolg. Dus Rockstar, doe je best. Nou, fucking goede vraag. Ik weet niet wie de vraag heeft gesteld, maar het is echt een goede vraag. Want kan ik eindelijk ervoor uitkomen dat ik vroeger op de allereerste Xbox fucking veel Midtown Madness heb gespeeld. En daar zou ik dan ook graag een vervolg op zien. Want Midtown Madness was voor mij gewoon rondscheuren in allerhande auto's. Want die ik heb gespeeld is volgens mij 2 of 3. En dan kon je in Washington of in Parijs racen. En daarbij kon je van Volkswagen kevers tot vuilniswagens tot bussen tot de fucking, ik weet niet hoe je het uitspreekt, Koenigsegg CC. Dat was dan de allerbeste auto van de hele game. En in de stad kon je nog allemaal paintjobs vinden voor bepaalde auto's en daar moest je dan stunts voor doen. En het was eigenlijk, het was niet veel meer dan gewoon rondracen of vrij rondrijden en af en toe een keer een race doen. Maar ik heb er zo immens veel tijd in gestopt om er gewoon alles wel verkennen en je had een looping in Washington DC die altijd net niet lukte en dan wou je hem doen en dan lukte die niet en dan gaf je je controller aan een vriend en die lukte het dan wel. Fuck jou, Kai. En dat is dus zeg maar een beetje de herinnering die ik heb aan Midtown Madness en dat is de beleving die ik mis bij heel veel racegames tegenwoordig, dus die ik eigenlijk graag wel weer een keertje zou willen. Ja, van welke game ik een vervolg wil zien? Het zijn zoals altijd, of in ieder geval wel vaker bij mij, twee antwoorden. In het kort, Viva Pinata, zoals altijd, Viva Pinata. Ik wil nog steeds dat die serie een keer doorgaat. Rare is bezig met Sea of Thieves, dus
neem je tijd, Rare, maar als je klaar bent met Sea of Thieves, misschien een nieuwe Viva Pinata. Shit was awesome. Gewoon don't blame me for loving the game, zou ik zeggen. Maar goed, oké, Viva Pinata tenzijde. Er is één game waar ik heel graag nog een vervolg op wil, maar wat waarschijnlijk nooit meer gaat komen. En dat is Fable. Want zoals sommige mensen van mij zullen weten, ik ben een beetje opgegroeid met de Fable franchise. Fable The Lost Chapter speelde echt een groot deel in het, zeg maar, het feit dat ik een gamer werd. Dus ja, graag zie ik van die game nog een keer, zeg maar, de serie weer voortkomen, weer opnieuw. Maar goed, Lionhead, de personen die erachter die game zitten, is gesloten. Dus er komt nooit meer een Fable game aan waarschijnlijk. Ja, de restanten van Lionhead zijn nog bezig met een soort van Fable trading card game proberen te kickstarten. Ja, not impressed. Gaat hem niet worden. En dat is ook eigenlijk heel erg zonde, want ik was verliefd op de jongens van Lionhead. Ik was verliefd op de Fable franchise. Telkens als ik op Gamescom was of op E3 en die gasten van Lionhead waren er, dan konden we bijna gewoon samen gaan pilsen, want zij kenden mij als die ene gekke Nederlander die altijd hun spellen helemaal kapot speelde. En ik was die grote fan natuurlijk. Hey, jongens, hey, ik hou van jullie. Maar goed, dat is ook niet zo heel gek, want Fable 1 was fantastisch. Fable 2, dat viel een klein beetje tegen. Fable 3 viel ook een klein beetje tegen. Het probleem van de Fable franchise was gewoon dat altijd was Peter Molyneux, de grote baas van Lionhead, die ging altijd van die domme beloftes maken van oh ja, bomen groeien in real time en honden zijn super belangrijk en ze kunnen met elkaar krikken en dan kun je puppies krijgen en je kunt beren slachten en dan hun leer gebruiken om condooms van te maken. En er klopte nooit iets van die beloftes. Dat was altijd dikke bullshit. Dus op zich, die games vielen altijd een klein beetje tegen omdat gewoon er was te veel hype omheen en dan vervolgens was het gewoon een hele goede RPG. Maar daar mogen ze wel echt een keer op terugkomen. Want ook de uitstapjes die ze hebben gemaakt, bijvoorbeeld Fable The Journey was dan een Kinect fucking only game. Alleen Kinect op de Xbox 360. En dan zat je daar op je bank en dan was het spreuken en paardrijden. En iedereen haatte die game. Ik was zo'n beetje de enige criticus of de enige recensent van die game die echt... Ik vond het fantastisch. Je had gitzwarte Britse humor. Super droge humor vooral. Super mooie omgevingen. Albion, vette lore. Oh man. Die game heeft altijd zoveel potentie gehad. En telkens viel het een klein beetje tegen. Door een iets te grote hype. Of door de foute keuzes. En nu is Lionhead gewoon. De deuren zijn gesloten. Dus heel misschien nog een trading card game. Fable Legends gaat nooit meer verschijnen. Het is... God. Alsjeblieft, Microsoft. Haal Lionhead weer bij elkaar en maak een Fable 4 of een reboot van Fable. Het zou fantastisch kunnen zijn. Pak eens even de volle potentie van die game en maak een vervolg. Zodat ik weer vreugde kan voelen in het leven. Goeie vraag van Philippe. Als ik even ga nadenken welke game ik met zo'n plezier gespeeld heb en in tranen was dat er geen vervolg van kwam, dan kom ik toch uit bij The World Ends With You. Het is een game die uitkwam voor de DS. Het had een beetje een Kingdom Hearts artstyle slash persona. Het was ook een Japanse game, hij was echt super tof. De soundtrack, de design, de battles, het was wel even wennen, maar damn, wat was dat een gave game. Ik heb daar heel mijn jeugd heb ik die gespeeld. En er is gewoon geen vervolg van gekomen, niks. Hij was nummer 2 in Japan en Amerika werd heel erg goed ontvangen en Europa ook. Maar er is helemaal niks van mee gebeurd. En dat is eigenlijk doodzonde als je het mij vraagt. Dus eigenlijk, ja, ik wacht tot op de dag van vandaag tot een vervolg. Dus alsjeblieft, laat hem komen. Doe het. Doe het voor mij. Ja, zoals beloofd dus een iets langere aflevering dan de voorgaande weken. Het was immers komkommertijd, maar dat zijn dus de games waar wij nog graag vervolgen op willen zien. Of ja, de franchises, de series. We mogen dromen, we mogen ambities hebben, we mogen hopen op een aantal goede nieuwe games. Serious Viva Pinata, Rare, ik wil nieuwe Viva Pinata. Doe het. Anyway, heb je zelf ook een game waarvan je heel graag een vervolg zou willen zien? Dan mag je natuurlijk laten weten hieronder in de reacties. Reageer bijvoorbeeld op de antwoorden van de redacteuren die langs zijn geweest. Of kom gewoon met een compleet ander ding van hey, dit heeft echt al, deze serie staat zo lang dood en het is tijd voor een vervolg. Dat mag je ons zeker laten weten. En wat je ook mag doen... Ja, is een nieuwe goede frag droppen voor volgende week. Volgende week zijn we namelijk gewoon weer terug met een nieuwe goede frag. En wij willen weer, een vraag van jou beantwoorden. Dus ja, drop die vraag hieronder. Wie weet, dan klappen we volgende week gewoon jouw vraag erin. En dan gaan we die beantwoorden. En hey, als je helemaal een badass bent, dan mag je ook een videootje opsturen met daarin jouw vraag. Zodat we die video kunnen gebruiken, mijn rotkopje weg kunnen halen. En dan kunnen we gewoon meteen jouw vraag beantwoorden na je vraag op video. Hoe vet is dat?
Anyway, doe dat dus. Beantwoorden van de vraag van deze week. Nieuwe frag insturen. En cheers, tot volgende week denk ik. Ik hoop jullie weer terug te zien. En anders op gamersnet.nl of op onze streams. Weet je, we doen te veel. Ik zie je vast wel weer een keer ergens op het interwebs. Tot snel.